Konnomerume, meer bekend als Donderskamp, heeft sinds dit weekend een eigen driedimensionale kaart. Die is vervaardigd door de bewoners zelf. De kaart is onderdeel van het Planning Our Future programma, dat een samenwerking is tussen de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, en het Forest Peoples programma. De kaart is vervaardigd in een tafelmodel van schuimbord en een digitale versie. Nardo Arupa, coördinator van het project en dorpsbewoners, zegt dat de kaart belangrijk is omdat de bewoners direct gebruik maken van het gebied. Oké, dit is een soort van kaart namelijk. Jachtgebied, visgebied, kostgrondgebied. Tevens ook toe in een kaart, uw toekomstplanning. Zo wat doen in de toekomst, samen in een gebied. Zo, een functie van kaart is naar voetoon. Voetoon aan de regering dat een gebied die ze willen direct gebruik van. En we willen dat een gebied die ze moet vernietigen. Hoe het aanbod van het gebied. Omdat we vinden dat het gebied belangrijk is. En give it naar komen. Volgens Arupa is er ook een demarcatiekaart van het gebied bestaande uit Cornelis Kondre, Donderkamp, Tapuripa en Calabaskreek, maar deze moet nog erkend worden door de overheid. Dorpshoofd Roberto Joggi van Donderkamp zegt dat de driedimensionele kaart tot stand is gekomen na diverse trainingen en er dan ook trots op te zijn. Zeiden omdat hij in het gebied naar Peme Libi, Peme Wiki, Peme Gosribi, Peme Enyang. En is precies naar precies Peme Wamba houdt. Zeiden omdat naar mijn Libi de drapen. Mi breiti na wroko fugis refi as inheemse en mi dentak anu mus detak wroko disi nomo. Vi mus du moro wroko pe eigenlijk vi kan de zeker fu de wroko. Ala de wroko san vi edu an dis nou an pi zekerheid fugis refi. Ja, en natuurlijk te maken na a fasifa ook tu vi wan behou a gebied en fawel libi in zeg maar balans naar de natuur. Je ziet dat ja zo in ook met open veld per landbouw doen, maar we doen hoe dan ook landbouw. Dat we facie. Ja, dus na facilitie on lever we bijdragen ook toe. Voorafgaand aan de presentatie van de nieuwe kaart kregen de gasten een rondleiding door Konnomerume met informatie over het ontstaan, de eerste bewoners en de uitbreiding door de jaren heen.